Vanaf staan we hier in de kantine van Tribune 4 naar aanleiding van de receptie ter opening eigenlijk van de nieuw ingerichte kantine. We hebben daartoe onze belangrijkste partners uitgenodigd, zijn de VDI Kortrijk en Sintra West. Die dus in eerste instantie Sintra West die ingestaan heeft voor het ontwerp van de inrichting. En dan de mensen van het VTI zelf die de werken uitgevoerd hebben. Voor de leerling was dat een zeer mooie uitdaging. De stenen toog, zoals u hier ziet, werd volledig uitgekleed in hout met MDF-platen. De letters van de slogan RITS, Let's Go for Victory, werden uitgevreesd en worden belegd met LEDs. Dus eigenlijk is dat een zeer mooi ontwerp. Voor de leerling van de afdeling Schilderen en Decoratie. Zij hebben de muren volledig uitgeanduurd en dan voorzien van onderlaag en uiteindelijk de eindafwerkingslaag. Als ook hebben zij de betonnen kolonnen geschilderd. Het is heel mooi geslaagd inderdaad. Ja, we zien overwegend de rode en witte kleuren van de favoriete club van onze supporters. En dat zal ook bijgedragen hebben eigenlijk tot het succes van de familietribune en de kidsclub.